goed om de dag te beginnen met koffie. Welkom bij een nieuwe vlog. Dit is voor mij wel eigenlijk wel een bijzondere vlog, want dit is mijn 100ste vlog. Toen ik in mei vorig jaar begon, 2018 hebben we het dan over, had ik niet gedacht misschien dat het zo uit de hand zou lopen. Ik was gewoon begonnen met een Marvel comic uit de jaren 80, Marvel Superhelden nummer 12, te laten zien die ik net van iemand gekregen had. En toen dacht ik, dit is eigenlijk wel heel erg leuk om mee door te gaan. En ik heb zoveel strips om te laten zien en met jullie te delen. En ik blog al sinds 2006, maar dat is dan leuk tekst en dan doe je af en toe een plaatje erbij. Maar het is natuurlijk veel leuker om die strips te laten zien op video. Dus daar is dat kanaal een beetje mee begonnen. En dit is dus de 100ste vlog. Tenminste, ik heb natuurlijk ook nog een ander kanaal tegenwoordig. Eigenlijk is het misschien wel al de 105ste vlog, als ik erover nadenk. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. We doen gewoon, dit is de 100ste vlog voor dit kanaal, nummer 100. En ik ben eigenlijk best wel trots dat het zover gelukt is. En er is ook heel veel gebeurd in die afgelopen maanden. Er zijn heel veel leuke comments binnengekomen van mensen. Dat vind ik echt super tof. Leuke conversaties over de verschillende onderwerpen. En ik zit bij Next Level Heroes van Bas van Teylingen. Samen met Bardo Ellens. Dat zijn de twee presentatoren daarvan. Dat is echt heel erg leuk. Als je het nog niet kent, zal ik hieronder ook nog even een linkje plaatsen. Dus daar ben ik af en toe te gast om over geeky zaken te praten. En vooral over Spider-Man natuurlijk, want dat is mijn homeboy. Dus het is echt heel erg leuk. Ik heb echt wel een heel leuk avontuur is dit aan het worden, het YouTuber. En ik ga er ook zeker mee door op Amsterdam Comic Geek en op dit kanaal. Het is echt, ik ben echt heel erg blij met hoe dingen lopen. En ik heb er heel erg veel lol in. Ik krijg heel veel energie van het maken van de video's en met het praten met mensen. Dus proost alvast. Ik doe het dan even met koffie, niet met drank vandaag. Op naar de volgende 100, zou ik zeggen. Ik heb ook echt heel veel interessante YouTubers ontdekt in het afgelopen jaar. Die heb ik al wat vaker genoemd. Maar mensen zoals Casey Neistat bijvoorbeeld. Maar ook Ed Piskor en een andere stripmaker. Ze hebben een heel tof kanaal. Dat zal ik ook hieronder linken. Die gaan dan Wizard magazines gaan ze doornemen, zeg maar. Wizard was een vakblad uit de jaren 90 voor zowel professionals, maar vooral ook voor comic lezers. En het is echt super tof. En dat ik ook, dat vind ik ook de kracht van YouTube. Want ik had op mijn Engelstalige kanaal een recensie gemaakt van Ed Piskor's X-Men Grand Design comic. Want ik echt helemaal te gek vind dat project. En omdat het in het Engels is, kan ik dus nu ook Ed linken. Van, hey Ed, ik heb je boek gerecenseerd. En hij reageerde er heel tof op. Dus dat is echt heel, dat vind ik echt de kracht van YouTube. Ik heb allemaal plannen. Ik wil eigenlijk meer collabs gaan doen. Ik wil meer gaan samenwerken met andere vloggers. En met mensen die ik ken uit het veld. En ik wil kortere... Dat zal je verbazen, want deze lopen waarschijnlijk ook alweer uit de hand. Maar ik wil eigenlijk ook af en toe hele korte vlogs gaan maken. Als ik gewoon iets aan het lezen ben en het ziet er mooi uit, wil ik dat gewoon aan jullie laten zien. En dat moet dan een vlog worden van, nou, misschien een minuut, misschien twee minuten. Dan vertel ik er iets over en dat is het dan. Patch, boom. Dus dat zijn de twee dingen waar ik aan zit te denken bij deze 100ste vlog voor de toekomst. En voor de rest zien we het wel gewoon, want dat vind ik het leuke aan deze vorm. Eigenlijk is alles, voor alles is mogelijk. En alles wat je binnenvalt en wat je te binnen schiet, dat kan gewoon een vlog opleveren. En dat wil ik dan ook gewoon gaan brengen, zeg maar. Dus wel een beetje een plan, maar ook weer niet heel erg. Dus pin me nergens op vast en we gaan gewoon verder met dit leuke avontuur. Eigenlijk, over improvisatie gesproken. Eigenlijk wilde ik, omdat dit het 100ste vlog was, het hebben over de spectaculaire Spider-Man nummer 100. Die jaren geleden is uitgekomen. Maar ik zit er net even doorheen te bladeren. En het is eigenlijk heel erg leuk om daar even wat dieper op in te gaan. Maar deze vlog wordt eigenlijk al best wel lang. Dus deze houd je van het goed. Want er zit echt, er is heel veel leuks over deze comic te vertellen. En dat ga ik zeker doen. Maar dat wordt dus een volgende vlog. So, stay tuned. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Like en subscribe als je het leuk vindt wat ik maak. En op naar de volgende vlog, zou ik zeggen. Of naar de volgende 100 vlogs op dit kanaal. Proost.